Sportformateur Van Duin, kun jij concreet voorbeelden noemen waarom het zo belangrijk is om voor de gemeente Teylingen met elkaar dit sportakkoord tot een succes te maken? Ja, dat is heel belangrijk om het sportakkoord, zoals ik het noem, eigenlijk te verbreden. Niet alleen het over sport en bewegen te hebben, maar het ook te hebben over vitaliteit, over gezondheid, over sociale fitheid. Iedereen moet mee kunnen doen. Dus ik heb vooral het advies aan Teylingen om het breder te trekken dan alleen maar sport. Want dan heb je het alleen over de sportvereniging, een korte broek aantrekken en gymschoenen en hardlopen. Maar dit gaat over veel meer. Dit gaat over de kwaliteit van leven en de gezondheid van mensen in de gemeente Teylingen. Dus ik heb zojuist een verhaal verteld en achter heb ik de banner staan waarbij gesproken wordt, ja, een goed leven in Nederland. En dat bestaat uit veel elementen natuurlijk. Daar is gezondheid een hele belangrijke bij. En gezondheid heeft vooral heel te maken met bewegen, gezonde voeding en dat soort thema's. En dat heb ik hier vanavond verteld en daar vooral ook de verbinding in te maken. Want we hebben hier een mooie zaal met mensen. Gelukkig niet alleen vanuit het verenigingsleven en het sportleven vandaan. Maar ook de Rabobank zit hier, die zeer geïnteresseerd is in wat is de rol van de Rabobank nu in de kwaliteit van het leven van mensen. Nou, gezonde financiële positie hebben. Een huisarts die heel belangrijk is, van, ja, waar verwijs ik nu naar? Hè, als iemand niet goed in zijn vel zit, gestrest, bespanning heeft, ga ik die pillen zetten of ga ik die verzorgen weer? Nou, je kan dan lekker gaan sporten, gaan bewegen, weer wel gezonde voeding en je kan weer lekker door. Dus het vraagt ook heel veel andere verbindingen te maken. En ik heb bijvoorbeeld, ja, ik werk ook in Nieuwkoop in Alphen. Dus ik maak heel veel mooie voorbeelden bij. Als ik spreek over Nieuwkoop, waar bijvoorbeeld een scouting heel erg in is. Hè? Grote scoutingverenigingen, waar toch heel veel kinderen zijn in het wat meer autistisch spectrum en wat ADHD-achtig. En als ze op kamp moeten aan de pillen zitten. En ik vroeg van, goh, heb je wel eens contact met het Centrum Jeugd en Gezin? Nee, nog niet. Dat is raar. Centrum Jeugd en Gezin zou zeggen, de jeugd. Is belangrijk in hun portefeuille en maakt er contact mee. En gelukkig doen ze dat nu. Kortom, er is heel veel te winnen als iedereen maar mee gaat doen. Ja, dat is belangrijk. En het zou te kort door de bocht zijn om alleen maar naar de gemeente te kijken. Doe ik de gemeente faciliteert. Die zet mooie sportverenigingen neer. Maar die zijn overdag ook heel vaak leeg. Hele mooie projecten kunnen daar gezet worden. Neergezet worden rond bijvoorbeeld mensen die geen werk hebben. Die door sporten, bewegen, weer in gesprek komen. Maar ook weer een sollicitatietraining krijgen. En op het sportpark weer een baan weten te vinden. Of daarbuiten. Dus er zijn nog heel veel mooie initiatieven te maken, denk ik, ook rond sport. Dus dit is het begin. We zijn nog lang niet klaar. Nee, ik denk niet dat wij de wereld in 3 maanden kunnen gaan veranderen. Ik heb in Noordwijk 17 jaar gewerkt om sport op een hoog niveau neer te zetten. En dit vraagt best wel lange adem. Mensen beïnvloeden. Wat betekent roken? Wat betekent drinken? Wat betekent bewegen? Wat betekent wandelen voor ziek zijn? Dus we hebben nog een hele wereld te winnen. Jan Burgmeijer namens Fietsmaker is aanwezig op deze avond met betrekking tot het sportakkoord. Wat neem jij mee namens jouw club? Wat ik meeneem is dat ik heb gezien dat er heel veel sportverenigingen zijn in Teylingen die ook activiteiten hebben voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen bewegen. Nou, dat doen wij ook. Maar wij kennen die andere sportverenigingen niet of die andere activiteiten. En misschien kunnen we meer samenwerken om samen deze doelgroep beter te kunnen bereiken. Al met al gaan we met een positief gevoel naar huis? Ja, ik vond het heel interessant. Ik denk dat er veel te winnen valt. Rob Jonkman, jij bent hier namens de Combibrug. Wat denk jij mee te gaan nemen na deze avond? Nou ja, ik denk dat deze avond vooral een teken staat van beïnvloeden. En de Combibrug is vooral bezig in de doelgroep 4 tot en met 12 jaar. Nou, in dat kader zouden wij daar een enorme belangrijke bijdrage in kunnen leveren. Wat heb je opgestoken vanavond? Heel veel, op allerlei vlakken. Heel erg positief. Vooral ook omdat je kijkt naar allerlei doelgroepen. En er zijn diverse partijen hierbij aanwezig. En ik denk dat de kunst van deze avond is om met elkaar in contact te komen met als doel om elkaar te versterken.